de neugel van Proog in vol effect, jongens. Kom op, jij er een kap in. Say ho! Mangdag morgen, ik vond op pad. Maar als goeie verkoper zijn ik nog zat. De neugel die uit door nog in oren. Je zag als ik een kamer voor te verkopen. Ik denk mijn beste eerste klant komt binnen. Je neigert al direct niet naar zijn zinnen. Hij begint met er plotse oor te schuiten. Ze was misschien kapot en ze wou hij pleiten. Ze niet geïnteresseerd in je bank, ze gezocht. Want bij jongens is de luis gekoppeld vandaag. En vandaag zal het zijn als je dat maar weet. Ik heb rap net machine op zijn mond gezet. Ik kan het kunnen weten, zei de koerier. Ik mag weer al gaan leveren, dat zei de van heer. Ik ga naar denk dat ik kan een koerje hang. Ik heb het nog thuis gezegd per tang. Ondertussen stond tot weer overroep. Op de muraal stond de telefoon schooien troet. En de telefoniste die weer twaalt zat. En van hem dom is het weer een openkot. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-ye. De solden beginnen, de computer ligt plat. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-ye. En Bab van Praag is weer fanbak. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-ye. De solden beginnen, de computer ligt plat. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-ye. En Bab van Praag is weer vollenbak. Een techniek verkrupt, dat wordt zijn camionet. Die je moet een trottoir dubbelij gezet. Wat is dat parkeren, dat is geen lol. En de parking van de kanot ten vol. Hij is op een missen om een volgende klant. Die is een droogkaasvlauw vanaf. Hij komt er binnen, dus niet te doen. Dat was een travestie die kwam op het doen. En in de gang ligt er ook een junkoffeer. Ja, dat kot, dat stinkt naar de kots en beren. Als dat allemaal nog niet raaf genoeg is. Ja, de droogkast die richt naar de katapies. Van garage is er al losgesproken. En moeite gedaan om niet te moeten broken. En de klant betaalt het geld van zijn prostituee. En weten wat dat dan makken zij? Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-ye. De solden beginnen, de computer ligt plat. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-ye. En Bab van Praag is weer vol aan bak. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-ye. De solden beginnen, de computer ligt plat. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-ye. En Bab van Praag is weer vol aan bak. De chauffeur is ooit zijn humeur, want dat is toch weer al ver een gesloten deur. Zijn vorige klant, die was ook niet dood. Allee op, weer al een wijk zonder gaas vernoot. En bij de volgende is de tekst te doen. En dan nog met een trap in alle fatsoen. De gang zo smal als een baan van een coureur. Dat gerokt in geen 100 jaar duur die deur. We laten ons gedart zijn en we pakken een katrol. We trekken met z'n allen en we geven patrol. Maar het voelt niet lukken, het zit er niet in. Zijn vreeg veranderd in een vleegmachine. Want de koer brak af en we zijn moeten gaan lopen. Of we krijgen 40 kilo bovenop. Maar al hebben ze een verzekerd, dus het valt wel mee. Een dag is gezweten bij een AVP. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-ye. De solden beginnen, de computer ligt plat. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-ye. En Bab van Praag is weer vol aan bak. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-ye. De solden beginnen, de computer ligt plat. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-ye. En Bab van Praag is weer vol aan bak. Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-ye. Say ho! Yippie-ya-yo, yippie-ya-ya-ye. Hey, yippee-ya-yo, yippee-ya-ya-ye. Say ho, yippee-ya-yo, yippee-ya-ya-ye. Say hey. All right, this is Hugo van Praag signing off right now.